vlakbij. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Nee, Jason van Duiven, Babadie. We gaan dus met John Heijten gaan meeten. Ik heb geen idee waarom, maar zo voel ik het gewoon. Ja, zeker weten. Zandje handen, leuk dat je er ook even bij wil komen. Cheers, Timor. Vraag van vandaag. Hallo dames en heren, super tof dat jullie weer komen kijken bij deze gloednieuwe vlog van mij. Mijn naam is Evert Allstar mensen. En ik hou de camera een beetje voor de zon, want die schijnt me toch eens maar wat fel. En ik sta hier vandaag bij de Johan Cruijff Arena mensen. Maar we gaan vandaag naar Sportpark de Toekomst om Jong Ajax tegen Jong PSV te zien. En ik heb een gast weer erbij. Natuurlijk, wie anders ook hè? Tibor, ja. Onze Ajax broeder. En, onze Ajax-ziet. Yep. Ja, dus we gaan vandaag Jong Ajax Jong PSV kijken. We hebben beide een beetje een interesse in die jonge talenten zien voetballen. Absoluut, absoluut. Dus daar verheugen we ons een beetje op. Over een paar jaar zien we ze bij het eerste. Dat hopen we in ieder geval wel, ja. Als het mee zit. Als het mee zit, ja. Dus geniet allemaal veel van het kijken en let's up straight into this. At last zijn we er hoor mensen. Spelers zijn daar op het veld nu nog bezig met de warming up. Ze gaan zo weer terug naar binnen. En wij gaan nu naar onze plekken daar aan de overkant. Hier hebben we alvast de spelers van PSV. Heb je al jongens als Isaac Babadie. Die jongen daar zo heet Jason van Duiven mensen. Hij is de grote spits van Jong PSV. Nog maar 18 jaar oud en hij klopt al aan de deur van het eerste elftal. En de wedstrijd gaat al bijna beginnen. De spelers zijn nu net weer terug naar binnen gegaan na een warming up. En nu wachten we op ze. Voor ons die waarom en weer. Nummer 7, Francisco Conceição. Ja. Nummer 8, Gabriel Misahoy. Misahoy is ook een goeie. Nummer 9, Lorenzo Luca. Ja, Luca ook. Nou, jeetje, we hebben wel echt een goat-elftal. We worden wel nummer 11, ja. Mika Gods. Mika Gods is ook geen slechte. Wij wensen jullie een prettige wedstrijd. Conceição en Luca. Nou. Allemaal hele mooie namen staan er dus op het veld. Ik ben benieuwd hoe we het gaan doen tegen de namen van PSV. Ja, PSV heeft ook gevaarlijke spelers zoals Van Duiven en Babadie. Dus het wordt interessant om te zien hoe dat gaat uitpakken. Ja. Wow, mooie bal zo. Ja, van Silvana Vos. Conceição. Die kan wel dribbelen. Ik vind het aardig vol trouwens. Ja, zeker. Goed om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de jeugd. Voor de belofte topper. Ja, absoluut. Voorbereiding voorbereidingje op volgend weekend. Hè? Mika God. Ja, komend weekend. Oh mijn god. Ja. Oh. Mika God. Oh. 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 Dat scheelde niks. Eerste hoekschop van Ajax. Voor Conceição. Oh, netjes. Oh. Ja, als ik me niet vergis, staat daar volgens mij inderdaad Jurien Timber. Ja, dat is Jurien Timber. Jeetje, dat is leuk. Silvana Vos. Ja. Oh, oh, ja! Doelpunt Lorenzo Luca. In de 16e minuut komt de Ajax op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken met nummer 9, Lorenzo Luca. Lorenzo Luca heeft gescoord mensen. 1-0 van Jong Ajax, dat is mooi. Ja, Jong Ajax domineert eigenlijk tot nu toe gewoon de hele wedstrijd gewoon. Ze zijn veel dreigender geweest dan PSV. Die zijn eigenlijk niet één keer dicht bij het goal van Ajax geweest. Nee. Ja, Mika God. Schieten. Ja! Doelpunt Mika God. 2-0 alweer. PSV wordt helemaal afgeproefd. Doelpunt te maken met nummer 11, Mika God. Ja,
Nee. Ja! Nee, oh jammer. Dat was alweer een hele mooie aanval van Ajax. Oh, daar valt PSV aan. Babadi. Oh, nee. Oh. Ja, Conceição. Ja! Ja! In de 34e minuut komt de Ajax op een 3-0 voorsprong. Doel te maken met nummer 7, Francisco Conceição. Maar echt, dames en heren, zagen jullie ook hoe dat goal gemaakt ook gewoon? Het was echt gewoon Anthony-stijl. Indraaien en dan gewoon inschieten. Hij moest de vervanger voor Anthony worden. Zeker, nou, dat, die hebben we hoor. Moet nog een beetje ontwikkelen, maar... Nou ja, wie weet. Wie weet? Ja, op de bal. Oh, reglementair. Ik dacht dat hij afloopt. Conceição alweer. Luca. Oh. Goeie loopactie. Maar hij is niet zo technisch. Oh. Nee. Ah. Doelpunt voor PSV. 3-1. Ja, de wedstrijd is nog niet voorbij hoor, dames en heren. Vrijtrap PSV. Ik zal eerlijk zijn, ik denk dat hij erin gaat. Hoor. Je hebt wel dat voorgevoel erbij inderdaad, ja. Hè? Even kijken. Oh ja, je zegt het. Ja. Je zegt het. Nou ja. Ik klink nu als PSV-fan, maar dat ben ik niet. PSV met nummer 8. Simon Colijn. 3-2 mensen, nou ja. Leuke wedstrijd, punt. Het is in ieder geval geen saaie wedstrijd inderdaad, nee. En ik zei van ja, ze gaan Luca en Conceição eruit halen. Nee, nu blijft ze wel staan denk ik. Dat is voor ons een voordeel, want ze spelen deze kant op straks. Dus dan hebben we hier vlakbij Luca en Conceição. Ja, inderdaad. Ja, ik denk wel dat ze die erin gaan houden in de tweede helft hoor. Ja, ik denk het ook. Nu wel. Goeie opening. Wordt het dan 4-2 alsnog? Mika God. Nee. Jammer. Nou, een boeiende eerste helft. We staan nog voor, dus er is nog niks beslist. Kijk, daar is zo. Daar is zo in het midden zie je nu Frans Schoevaart staan. Een voorvader van Tibor. En ook nog een J. Schoevaart. Maar ik weet niet of die ook familie van J. is. Jan Schoevaart. Jan Schoevaart. Jeetje. Het Ajax DNA zit helemaal in hem geworteld hoor. Helemaal. Dan heb je daar een B.F. Schoevaart, Willem Frans Schoevaart, dat is mijn opa. Oké. Okay. En hij was archivaris en eerder. Nou, dat is heel mooi. Ja, hij is mooi geëerd op de muur. Ja, nou, helemaal mooi. De tweede helft gaat alweer bijna beginnen. We staan nu al een tijdje in de rij. Er zit wat duur te bestellen en ook voor mij een vriendje. Ja, zit je even lekker te wachten gewoon, zodat we allemaal aan het zijn. De tweede helft gaat al bijna beginnen, dus nadat we ons eten krijgen, gaan we terug naar de tribune rushen. En daar komen ze weer hoor. De tweede helft gaat beginnen. Doelpunt jongen Ajax, ik heb hem helaas gemist omdat ik te bezig was met mijn vriendje. Ik ben inmiddels teruggekeerd, Tibor die komt er nog aan. Maar ja, wel jammer dat ik dit doelpunt nu al heb gemist. 4-2 nu. Eigen doelpunt van PSV mensen, wie had dat nou gedacht? Helemaal prachtig. Kijk eens aan. Goed je frietje? Ja, heerlijk hoor. Mooi. Voorzet. Oh. Bijna een goal gemist. Nou, proost. Proost. Proost met een frietje. Interesting. Ja. Hij zit er nu heel dichtbij Conceição hoor. Ja, vlakbij. Kijk eens aan. Kijk eens aan. De rechterflank hè. De dwergversie van Anthony, dat wil wat zeggen. Ah, jammer. Nou mensen, doel met PSV, het staat op weer 4-3. Het is wel echt een spectaculair potje hoor. Minuten PSV op een 4-3 stand, doel met nummer 4 en de lijst. En het kwam voort uit een voordeelssituatie. Want Luca maakte hens en PSV kwam aan de bal, dus ja. Doelpunt. Conceição is daar eventjes geblesseerd geraakt. Dat was eventjes een hele pijnlijke trap dat hij kreeg. Of hij doorgaat, dat lijkt me gewoon wel. Wel bijzonder om het zo dichtbij te zien ook. Ja, zeker weten. Was echt vlakbij gewoon. Dat was ook een lelijke schreeuw dat hij ook heeft gehad. Ja. Oh jeetje.
Hij is gewoon spontaan genezen. Constanzao is genezen hoor. Was alweer een hele grote kans voor jonge Ajax. Ik weet niet naar welk ziekenhuis hij gaat, maar hij heeft gewoon regeneration. Oh, wat heb ik het spijt dat ik die goal niet erop heb, mensen. Weer een zo'n Anthony goal dat hij maakte. Jeetje, Constanzao is de man, zeg. Met nummer 7, Francisco Constanzao. Maar joh, kan je deze stand geloven, joh? 5-3. Dit is echt een van de mafste wedstrijden waar ik ooit heen ben geweest. Daar gaat hij weer, hoor. Oh, ja. Nee. Delgado. Delgado komt erin voor Silvano Vos. De veld moet verlaten door nummer 7, Francisco Constanzao. Ah, Constanzao. Hij gaat eruit. Die heeft wel echt een topwedstrijd gespeeld, hoor. De man van de wedstrijd, zonder twijfel gewoon. Daar heb je Isaac Babadi. Nee, Jason van Duiven, Babadi. Oh, ik dacht heel even dat hij erin ging. PSV begint gevaarlijker te worden. Misehoy. Ja, netjes. Veel van de grote spelers zijn er dan wel uitgehaald, maar we hebben nog genoeg over. Ja, zeker. Lucas staat nog steeds in de spits. Ja. Mika Gods is er ook nog bij en Gabriel Misehoy. En Olivier Arts is er ook bij. Ja. Hoppa, kom op. Oh, hey. Nee, te makkelijk gevallen. Ja, exact. Ja, mooie aanname. Babadi wordt wel heel makkelijk uitgespeeld. Ah, oh, jammer. Ah, PSV countert daar zo. Laat het niet zo zijn. Keurig verdedigd. Heel mooi verdedigd. Nou, dat ging heel makkelijk. Keurig. Babadi wordt helemaal weggespeeld. Hey! Vrijtrap voor Ajax. Tibor zegt dat hij erin gaat. Deze gaat er ook in. Nou, laten we het hopen. Als het echt zo is, dan ga ik wel stuk hoor. Kom op. Prikken. Ah. Oh. Nou, wel op doel, wel op doel. Wel zeker op doel. Misehoy. Doorheen. Kappen. Oh, netjes al. Deze gozer. Daar word je gewoon blij van. Ja. Misehoy gaat het veld verlaten. En Idumbo Muzambo komt erin. Dat is een mooie creatieveling. Nou mensen, dit is zeker weten wel een van de mafste wedstrijden die ik ooit in mijn leven heb gezien gewoon. Nu gaan we eventjes naar de catacombes toe om daar eventjes de spelers op te wachten. En te kijken of we daar misschien nog eventjes een fotootje of een selfietje nog kunnen regelen. We staan nu hier achter het doel mensen, we zijn hier zo nu bij de catacombe. Het is nu de slotfase van de wedstrijd. En we zijn nu echt heel dicht bij het goal, dus echt een heel mooi zicht hier zo bij de keeper. Mika Gods. Ja, nu ga ik even filmen, dus eerst. Ja! Dat zeg ik, ja. Echt heel gevaarlijk. Oei, Isaac Babadi die heeft daar net gescoord. Er wordt een hele spannende slotfase zo. Hier, kom maar. 5-4. Slits komt PSV 5-4 stand. Doen we te maken met nummer 11, Isaac Babadi. We gaan dus aan John Heijten gaan meeten. Even wachten. Oké, okay, ja, hier zo. Hartstikke mooi. Mag ik hem van hem maken? Ja. Nee, ja, kom maar goed zo. Hey Johnny, welkom. Johnny, kom de weg. Ja. Holy shit, mensen, we hebben net nog net op tijd Johnny kunnen. Foto met Heitinga. Helemaal mooi. Nu even kijken of we hier nog wat kunnen regelen. Nou mensen, het is ons helaas niet meer gelukt om nog andere foto's of handtekeningen of interviewgesprekjes met andere spelers te kunnen fixen. Maar ja. Maar we hebben een leuke foto met Heitinga. Zeker weten. Hij was snel weg volgens mij, maar het is gelukt. Dat is het belangrijkste en Tibor wil nog wat zeggen. Ja, nou ik vind dat belofte teams, dus tweede teams van Eredivisie ploegen in de keukenkampioen divisie, rotnaam trouwens, maar dat even terzijde. Dat echt niet kan. Want Constanzao en Lucas speelden mee. Die hebben bij elkaar een marktwaarde van meer dan 20 miljoen. En nou, Luca. Wie weet. Anyway, in ieder geval een hoge marktwaarde. En als je dan tegen een team als Top Os of
Almere speelt. Of een wat is een ander goed voorbeeld van een laaggeplaatst team? In Telstar? Ja, Telstar inderdaad. En je staat daar met miljoenen op het veld. Ik weet het niet. En ja, vandaag, dat kan dan eigenlijk. Ja, en vandaag was dat dan niet het geval. Want we speelden, Jong Ajax speelde tegen een ander belofte team. Alleen, PSV had dus geen selectiespelers. Nee, geen Xavi Simons helaas. Dat zou episch zijn geweest. Dat zou superleuk zijn geweest. Het was dus nog een hele leuke avond. En mooi dat Ajax heeft gewonnen. Maar dat wou ik nog even kwijt. Hopelijk vonden jullie nou een superleuke video, mensen. Zo ja, vergeet vooral niet dat duimpje omhoog te doen, mensen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Notificaties aan te zetten. Zo krijg je weer een melding binnen als er weer een super dope video weer online komt. Tot ziens. Ciao, ciao. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei.